why I love this book. Ik wil het hebben over De strijd om eer en verraad. Het boek dat ik heb geschreven. Het gaat over een fictieve wereld die ooit één was, maar nu twee werelden zijn en we weten niet waarom. De hoofdpersonage wordt wakker zonder herinneringen, want de regering zit achter haar aan en ze is verongelukt. En ze weet niet meer wat er gebeurd is, maar ze blijkt een geheim te hebben ontdekt, wat ze niet mocht weten. Nou, waarom ik het boek leuk vind en waarom ik het heb geschreven. Ik wilde mijn verhaal vertellen, ik wilde een boodschap kwijt. En dit is een boek met een boodschap. Het gaat over het volgen van de menigte zonder erbij na te denken of juist het opstaan voor je eigen idealen. Het gaat over gevechten om niks, over oorlog en het verraad. Ik wilde daar iets over zeggen en dat heb ik via mijn boek gedaan. Daarom vind ik eigenlijk dat het een boek is dat iedereen moet lezen.